Yep. Goedemorgen jongens. We zijn weer bij een hele speciale aflevering, jongen, van Twee Wielers Noord. Altijd gezellig met Twee Wielers Noord. Geld hebben we niet, eten drinken genoeg. Hey. Mooie schroefjes, hè? Kwaliteit, kwaliteit. We hebben Yamaha staan, een Yamaha IP400 Majesty. Van het jaar 2006, 2007 of 2005. 2006. Van de oude type motorblok. Wat zien we aan de hand? Motorblok is kapot. Komt heel weinig voor. Start wel. Rijdt niet goed. Rijdt niet zoals hij hoort te rijden. Wat gaan we doen? We gaan de motor slopen. Slopen en dan verkopen we minder onderdelen. Frame kan apart. Plaatwerk kan apart. Dus hij heeft een probleem in zijn motorblok. Maar we gaan het motorblokje ook uit elkaar strippen. Gaan we kijken wat het probleem precies was. Het is zonde voor die motor om gesloopt te worden. Maar helaas, hij is kapot, kost veel te veel geld om te laten maken, is het allemaal niet waard. Dus daarvoor slopen we. Kijk, ik laat jullie zien wat mij net opviel. Vond ik leuk. En als we ook kijken, de kwaliteit van Yamaha. Van de Japanners. Die schroefjes die in de windscherm zitten, zijn van plastic. Dus als ze van staal zijn, draai je meestal die schermpjes kapot. En zij trillen niet, het is plastic. Maar, hier kom. Kijk. Mitsubishi Industry. Dus dit plastic komt bij Mitsubishi vandaan. Dus dan hebben we het over goed spul. Kijk, we leggen al die spullen hier bij elkaar. En straks doen we het in de dozen. En dan kunnen we andere mensen blij maken die onderdeeltjes nodig hebben. Hey, maar hier staat ook daar vlees om te gaan, hè? Wat is daar aan de hand? De kip, laat zien even, of die vlees. Tuurlijk moet wel, hè? Ja. Ja, dat kan ook, hè? Ja, gelijk eigenlijk wel, hè? Toch? Ja, maar soms krijg je een keer geen hier in één keer. Krijg je een keer, op ochtend krijg je hier mensen. Geen probleem, geld hebben we niet, maar we willen wel ons eten en drinken. Ons eten en ons drinken willen we met jullie delen. Loop maar mee. Kom. Dat ding vliegt zo, hè? Ja. Aan de kant bollen. Kijk, kijk. Zo, dit. Ik heb er op toe lekker dingen. Oh, maar is klaar. Oeh. Kijk, hij lekt. Oh, kijk. Als jullie konden ruiken. Ja. Zo lekker ruikt dit, jongen. Hey. Oh. Loop even die kant op. Kom uit de kant. Aan de kant, lekker. Kijk. Oh, hey, van de valkjes zie je loes op, bollen. Ja. Moet kijken, zo ziek, jongen. Oh, we kunnen de bollen zien. Drinken. Hier, kijk. Hier draait alles om. Dit is olijven. Olijven worden, even kijken, hou me nergens vast, als ik het goed heb, hè, wordt 5 keer in de Koran genoemd. Wordt 2 keer in Surat Al-An'am genoemd. Wordt 1 keer in Surat Nahl genoemd. Wordt 1 keer in Surat Noor genoemd. 1 keer in Surat Abasa. 5 keer wordt surat, de olijf wordt genoemd in de Koran. 5 keer. Ik heb jullie gezegd in welke surat ze worden genoemd. Allah zegt: La sharq, la gharb, yakadu zaytuha yudhi'u law lam tamsasuhu nar. Kijk, deze gezegende boom, deze olijvenboom, groeit alleen langs de Middellandse Zee. Middellandse Zee, Marokko, Algerije, Tunesië, Libië, een stukje Misra, Palestina. Kom in één keer aan de kant van Griekenland, Italië, Spanje. Daar groeit alleen deze gezegende boom. Deze medicijnenboom. Hebben we het niet over? Hier is het eten. En dan gaan we terug naar de Yamaha. Mijn fiets is nog niet klaar. Daar heb ik jullie gisteren over verteld. Die gaan we vanmiddag klaarmaken. Die fiets maak ik voor mijn zoontje klaar. Kom, die kan daar. Kom. Die olie. Oh, die olie is aan het druppelen nou. Ja. Laat me lekker lopen. Ik draai wel even het topje aan de andere kant erop. Ja, die top is vast. Ja. Kom maar, kijk. En dan gaan we kijken. Kijk. Die kant, deze motor demonteren we. Maar we proberen niks kapot te maken. We moeten zo netjes mogelijk als maken. Kennen we andere mensen blijven maken als iemand een koplampje nodig heeft. Zo'n koplampje is onbetaalbaar. Maar tweedehands is die scherp. Dus als de mensen spullen nodig hebben, hebben we genoeg spullen voor die Yamaha. Maar is die. En trouwens, deze motor is niet van mij, is van een klant.
Ik kreeg een opdracht van de klant om te slopen. Omdat het allemaal te duur werd. Kijk, en deze, die oude schroefjes, deze. Kijk, dit. Het gaat gewoon om scooter van de 10 jaar. Kijk hoe goed hoe ze eruit zien gewoon. Dit is gewoon de kwaliteit van Japan. Daarom zeg ik altijd, Japan is iets verder dan de meeste. Is er eten klappelen? Zo, lekker. Je moet dat ook eens een keer maken, hoor. Dat weet ik. Ja, die moeten we nog een keer maken, ja. Oh, zo. Moet eerst in de binnenkant maken. Yes, sir. Okay. Maar, ja, jongens, ik hoor eten is klaar. We gaan jullie ajus. Als we verder zijn, als we helemaal klaar gaan, dan horen jullie van ons. Oké. Okay.